zal mezelf even voorstellen. Ja, ik ben Isidora. Imke. Hugo. Het is niet mijn ex, maar het is ook geen lekkere man. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 19 jaar. 19? Oh my god. Oh, 19 jaar, die kan maar met mijn zus gaan, maar niet met mij hoor. Hugo de Jong, zijn cocktail zetten we aan de kant, het koordetje voor zijn neer. Is wel niet heel verstandig, hè? Dat prik net voor het slapen gaan, maar voor zijn eerste dag hier, dan mag je dat wel. Je hebt ook een banaantje? Nee, dank je. Nog niet? Nee. Ja, eentje dan? Nee. Hopelijk zijn er vrouwen in de villa die wel van banaan houden. En die er ook wel een lolletje mee kunnen maken, om het zo maar te zeggen. Nou ja, ik heb wel ruzie met hem, ja. Is het wat voor Isidora? Nee, totaal niet. Hij ziet er ook heel jong uit en hij komt ook wel onzeker over. Is het een beetje jouw type? Ouder. Hij is net 19. Ik hoop wel dat jullie gewoon een beetje normaal tegen hem kunnen doen. Dat jullie een beetje misschien dat kleine broertje advies kunnen geven. Ja. Ja, dus als we hem gewoon een grote rugzak krijgen met een paar boeken, kan hij dus gewoon weer terug. Toen ze hier lekker wijf, maar zo'n klein jongetje. We hebben een jongetje hier zitten van 2005. En Sander van 1945. Zuipen tot een kruipen. En een colaatje voor Hugo de Jong. We hebben in ieder geval iemand die de hele avond bier kan halen. Ieder potje past een dekkoekje en in iedere kut past een piemel. Goedjes.